We gaan op weg naar de laatste bocht. Leiding nog altijd in handen van Aiglos. Daarachter Ian Stardust. En het wordt echt een duel. De rest is heel ver weg. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En daar komt Ian Stardust aan. Ian Stardust aan de buitenzijde gaat de aanval openen. En je voelt hem al een beetje aankomen. 9 galop. Ian Stardust is er overheen. En het is er tijd voor. Go baby! Go, go, go! Ian Stardust. Tweede plaats Aiglos. Dan een hele tijd niets. En plaats 3. Diamond SL. En wat een makkelijke winnaar was dit, dames en heren. Hier stond heel veel geld op. Want het was een van de geheimtips van trainer Bas Krewas. En als Bas daarmee komt, dan weten we meestal dat het goed zit. En dat is ook het geval. Peter Delis is er al, de winnende eigenaar. Die feliciteert zijn winnende rijder Mats Wester. En daar komt de sponsor ook aan, dames en heren. En onze keurslager is hier vandaag zelf. Keurslager Piepenbrok. En die gaat de huldiging hier verrichten. Sierdeken wordt omgehangen. Felicitaties nogmaals voor Peter Delis en de mede-eigenaren. Want dit paard heeft meerdere eigenaren. En een van de winnende eigenaren, dames en heren, is de fotograaf die hier naast me staat. Bas Huibers. Ook die deelt mee in de winst. We gaan een foto maken en daarna gaan we even praten met Mats. Ik zie daar een hoop bekende gezichten, dames en heren. Ook oud-amateurrijder Peter Schalk op de foto. Waarvan het hoog tijd wordt dat hij zijn rentree gaat maken. Maar dit terzijde, Peter. We gaan even praten met Mats. Mats, voordat je er vandoor bent. Mats en Bas, allebei. Mats, we draaien even deze kant op, want dan kunnen ze je ook zien. Gefeliciteerd. Dit leek me een heel fijn ritje. Ja, het was een fijn ritje. Ik had er niet helemaal het vertrouwen in naar het voorrijden. Het was een beetje moeilijker van start af. En in de bocht ook niet helemaal zuiver. Maar eenmaal in de koers tussen de paarden kon ik hem goed vasthouden. Was hij meer gemotiveerd en was hij gewoon heel trouw. En kon ik mooi geduldig wachten en eroverheen rijden. Hartstikke mooi. In Wolvenga heeft hij het wel eens wat moeilijker. Maar dan komt hij andere paarden tegen. Dit is zijn ding wel, denk ik, hè? Ja, Wolvenga is een hoger niveau. En ja, dit kan hij mooi, op gras kan hij ook mooie koersjes winnen. En ik denk dat hij er nog wel een paar gaat winnen dit jaar. Heel mooi, Mats. Jij moet op weg naar de 30. Hoeveel heb je er nu? Ik heb er nu 8. Dus moet... 8, ja, ik kan zelf rekenen. Jij moet er nog 22. Dat wordt een hele klus. Ik ga eens even praten met de man die dat mogelijk moet maken. Bas. Hij heeft 22 overwinningen nog nodig. Maar als hij 22 keer achter deze zit op gras, dan is het zo klaar, hè? Ja, dan komt hij een heel eind. En ik vind hij het heel goed gedaan. Hè? Want in het voorrijden ging het helemaal niet goed. En hij heeft hem super aan de loop gehouden en super gereden. Wat was er in het voorwerk aan de hand? Nou, hij ging niet echt lekker. Hij liep een beetje rommelig in zijn lopen en zo. Nou, hij heeft het hoofdstel wat veranderd en de springteugel wat korter. Nee, heel best. Ik vind het super gedaan. En hij kan hier nog wel een paar mee winnen, denk ik, van het jaar. We gaan applaudisseren, dames en heren. Daar komt hij aan. Mats Wester. En er is hier nog een keer, dames en heren. Mats Wester. Go baby. Go, go, go. De tribune als ze de finish passeren, nog 2 ronden te gaan. En Aiglos heeft de leiding overgenomen. Aiglos aan de buitenzijde komt mee naar voren. De favoriet Ian Stardust. Daarachter aan de relingzijde ligt de nummer 1. I'm a cheerleader. Vierde plaats daarachter Dream Woman. De rest van het veld vlak daarachter op de vijfde plaats ligt op dit moment Sietske de Vries. Die meeschuift. Aan de buitenkant gaat Niels Jongjans naar voren. En dat doen ze allemaal in die rechterbocht die niet al te makkelijk is. En waar ze toch allemaal weer goed doorheen gekomen zijn. En ze zijn in de rechte lijn overzijde. Makkelijk aan de leiding. Ze hangt aan haar paard. Aiglos. Lena Limpostumus. Tweede plaats daarachter is voor Ian Stardust. Waarvan Bas Krewas voor de koers zei. Als hij uit de banden wegkomt, zie ik hem eigenlijk alleen maar winnen. Dat moet hij nog maar één paard voorbij. Zo gaan de paarden de linkerbocht door. Komen de rechte lijn voor de tribune in en dat leidt nog altijd Aiglos. Aiglos en daarachter Ian Stardust. En de rest moet even passen. Meer dan passen zelf, want ze liggen er heel ver achter. En zo hebben we nog één ronde te gaan. Uitgeschakeld. 5 galop.
uitgeschakeld. 7 galop. Zijn inmiddels in de laatste ronde, gaan de voorlaatste bocht in en het tempo vooraan gaat omhoog. Ike Loss leidt. Tweede plaats daarachter Ian Stardust. Hele grote gapend gat daarachter naar plek 3 van Thomas Bos met I'm a Cheerleader. En dat gat wordt nog groter. En die voorste twee die gaan het echt onderling uitmaken. Er gaat iemand in de PD kleuren winnen. Alleen paard 2, wat daar het tweede ligt, die is in het bezit van PD. De koploper niet. Maar we gaan het zien. We gaan op weg naar de laatste bocht. Leiding nog altijd in handen van Ike Loss. Daarachter Ian Stardust. En het wordt echt een duel. De rest is heel ver weg. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En daar komt Ian Stardust aan. Ian Stardust aan de buitenzijde gaat de aanval openen. En je voelt hem al een beetje aankomen. 9 galop. Ian Stardust is er overheen. En het is er tijd voor. Go baby! Go, go, go! Ian Stardust. Tweede plaats, Ike Loss. Dan een hele tijd niets. En plaats 3, Diamond SL.